Afgelopen week heb ik echt ziek veel squad battles gespeeld. Zoveel dat ik elite heb gehaald. En dat betekent dat we waarschijnlijk best wel dikke rewards krijgen. Maar vandaag gaan we erachter komen of het het waard was. Of dat het helemaal niks waard was. Dat we er echt voor niks zoveel hebben gespeeld. Want zo extreem veel rewards krijgen we ook niet met elite. Maar dat krijgen jullie zo meteen te zien. Maar dat is niet het enigste. Nee, nee. Ik heb daarnaast ook vet veel packs klaarstaan. Mega pakketten. Zeldzaam mega pakket. Van die twee spelen zeldzaam pakket. De top Electrum spelerspakket. De helft is tradable, de andere helft niet. Maar in ieder geval, deze gaan we dus ook allemaal openen. En met een beetje mazzel gaan we daar ook nog wat uit krijgen. Hoe dan ook, het wordt sowieso een zieke video. En ik verwacht wel dat we gaan wat goeds gaan packen. Daar ga ik wel van uit. Maar als jullie zin hebben in deze video, doe dat duimpje omhoog. 1000 likes zou top zijn. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. En mochten jullie misschien afvragen, Joram, waarom heb je al die squad battles gedaan? Nou, ik was opdracht aan het voltooien. Want je hebt van die eredivisie spelers. In totaal kan je er 3 of 4 krijgen. En die kon je verdienen door veel squad battle wedstrijden te spelen. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon lekker veel spelen in squad battles. En ondertussen voltooi ik ook nog die doelstellingen. Want volgens mij Wijndal, Bassoer, dat zijn spelers die je dan kan vrijspelen. Kom in een korte video over. Maar nu hebben we dus de Elite Rewards, dus dat is ook mooi. Squad Battles voltooid. We krijgen 2 Electrum spelerspakketten en 1 topgemengd spelerspakket. En 8000 coins. Die 8000 coins die hebben we al, dus dat is chill. Maar die zeldzaam Electrum spelerspakketten en die topgemengd spelerspakket, daar moet het eigenlijk uit gaan gebeuren. Daar moeten we iets uit krijgen wat veel waard is. Al met al hebben we nu 12 packs. Dus dat is in ieder geval wel nice. Dan hoop ik dat we 1 keer iets goeds gaan krijgen. Dan ga ik eerst even de packs openen die ik net heb gekregen. Dus we krijgen een top Electrum spelerspakket. Daar hebben we er 1 van. Oh nee, zeldzaam Electrum spelerspakket, dat zijn ze. En een topgemengd spelerspakket. Dit zijn de packs die ik moet hebben. Oké, deze zijn allemaal zeldzaam, dus dat is nice. En ze zijn tradable. Alleen dan moet ik wel een border krijgen, want anders heb je er niet zoveel aan. Maar Ibrahimovic is wel nice. Ja, hij is alleen niet meer zo goed als wat hij vroeger was. Alhoewel vind ik 82 rated op zijn leeftijd nog steeds echt extreem ziek. Ja, dat is echt heel erg lijp. Op die leeftijd nog zo goed zijn, dat gaat niemand hem nadoen. Ik denk dat we eigenlijk alles kunnen discarden. Ja, nou in ieder geval weer 4000 coins in de pocket. Maar tot nu toe nog niet echt heel veel goeds gekregen. En ik heb echt vet veel moeten spelen voor al die potjes. Dat is echt niet normaal. Al die squad battle potjes, het was zoveel werk. Maar we hebben nu een border. Dus dat is al iets beter dan de vorige pack. Alleen is dit wel een van de slechtste borders die je kan krijgen. Bouwman. Ja. Die is niet heel veel waard. En voor de rest ook niet echt spelers die iets waard zijn. Dus het is wel een beetje balend. Of we moeten toevallig uit de Serie A of zo. Kijk, dit soort spelers kunnen af en toe nog wel wat waard zijn. Ja, die kan nog wel wat waard zijn. Dus ik stuur jou naar de transfermarkt. En dan zie ik wel waarvoor die verkoopt. Jou ook. Want dit zijn van die Serie A en gewoon van die grote competitiespelers. Die kunnen nog wel eens wat waard zijn. Bouwman ook. De rest discarden we. En dan gaan we nu de laatste pack openen van mijn Elite Rewards. Tot nu toe nog niet wel goed, maar dat kan nog gebeuren in dit pakketje. En daarna gaan we dus alle packs openen die ik gewoon heb vrijgespeeld. Maar oké, als je puur kijkt naar de Elite Rewards en hoeveel potjes ik ervoor heb moeten spelen, het was het niet waard. Nee, al met al heb ik misschien een keertje 20.000 coins verdiend. En ik heb zoveel moeten spelen. Trouwens, zou jij iets waard zijn? Nou kijk, is het ook weer 1000 coins, hè? Ik krijg zilveren spelers die meer waard zijn dan de gouden spelers in deze packs. Dat is wel echt heel ernstig. Dit kunnen we discarden en dan gaan we nu alle andere packs openen. Maar daar hebben we er nog wel wat van, hoor. We hebben echt een paar ook goede packs hier staan. Megapakket, maar ook een zeldzaam megapakket. Dan is alles zeldzaam, dus dat is ook wel nice. We gaan eerst alle 2 zeldzaam goud pakketten openen. We hebben 2 spelers, allebei zeldzaam. En het is een walkout! Let's go! Oké, de eerste walkout. Wie is het? Rüdiger! Let's go! Die is ziek voor waard. Ik weet niet, ik heb hem ooit al een keer eerder gepakt. Toen was hij tradable. Nou, hij is nu untradable. Ik ga eens kijken of Futbin hoeveel die waard is. Spanning, sensatie! Hij is nog 100.000 coins waard. Hoe nice is dat? Uit een 2 spelerspakket. Dit is een speler die ik daadwerkelijk ook gewoon goed kan gebruiken. Hij is inderdaad nog steeds 100.000 coins waard. Dus dit is wel nice, hoor. Oh, nice. Mooi meegenomen. Hij is wel non-tradable, maar hey, helemaal prima. Goeie speler. Oké, eerste lijpe speler van deze video is nu binnen. Ja, maar die heb ik uit de pack gekregen. We
waarvoor ik zeg maar niet zoveel hoefde te spelen. Dit was volgens mij bij een doelstelling gewoon één klein opdrachtje of zo. Maar uit de volgende krijgen we dit vorm. Wat is dit? Oké, dit is ook heel nice. Tweede walkout van deze video. Ik heb gewoon elite gehad. Uit die rewards helemaal niks. De eerste volgende packs. Ik krijg gewoon een Inform en Rudiger die allebei best wel goed zijn. Maar ook deze kaart. Het is niet slecht. Hij is overal in principe goed in. Hij is niet heel veel waard. Wel iets meer dan zijn discard. Maar het is gewoon een goede kaart. Ik denk als het traf verdedigende middenvelder heb je er nog meer aan. Maar ik ben er blij mee. Zapata, 83 rated. Die heb ik al in mijn club. En ik denk dat die ook non-tradable is. Ja, dus die moet ik helaas discarden. Maar wel nice, wel nice. Twee walkout uit die twee spelerspakketten. We gaan door. Gaan we een derde op rij krijgen? Nee, maar wel weer in die vorm. We gaan maar door. Brazilië. Ja, het is een iets minder in vorm dan net. Maar wat een packs, jongen. Dit is niet normaal. Oké, deze is wel discount waarde. Maar hij is toch non-tradable. Dus ik sla hem gewoon op in mijn club. Hij is toch even leuk meegenomen. Gewoon voor squad builder challenges is dat ideaal. Hebben we nog van die twee spelerspakketten? We hebben hier eentje met gegarandeerd eentje van 80 of hoger. Nou, uit de vorige packs hadden we alleen maar goede spelers. Het is geen walkout, geen uniform, maar het is wel een border. Het kan ook niet altijd zo feest zijn, hè? Met 83 rated uit de pack waarin je gegarandeerd een 80 plus krijgt, is nog steeds niet verkeerd. En Masrui is ook een prima kaart, dus ik ben er helemaal tevreden mee. Gewoon weer twee prima spelers uit de Bundesliga. Ik vind het helemaal mooi. Oké, dan waren dat eigenlijk de kleine packs. Nu hebben we de kleine packs geopend. Nu hebben we alleen nog maar grotere packs te gaan. Ik begin wel met een klein gemengd spelerspakket. Wel alles zeldzaam. Twee zeldzame gouden krijgen we in totaal. Het is geen border. Oké, dat is jammer, hè? Ja. Ik heb wel het idee dat die non-tradable packs, dat die altijd wel beter zijn dan die tradable packs. Want zoals dit ook. Dit kan ik gewoon allemaal eigenlijk weer meteen discarden. Jou kan ik misschien nog verkopen. Ja, ik zet jou erop. En wie weet, verkoop ik nog iets. Dit kan ik discarden. En dat is wel echt een nadeel. Dat je dan vaak uit van die tradable packs mindere spelers krijgt. Maar hier, dit is echt een groot. Oh nee, dit is 25k pakketje. Dit is een 35k pakket. Dit is nog veel grotere pack. Een top Electrum spelerspakket. Het is met 6 zeldzame spelers. En 6 goud. Kan iets in zitten. Maar daar komen we nu achter. Het is in ieder geval een border. Het is een border. Laat het dan ook eentje zijn die iets waard is. Lemar. Die is niet echt iets waard. Maar hé, het is in ieder geval een border. En hij is tradable. Dus dat is mooi. Hij is alleen niet echt veel waard. Nee. Dus dat is jammer. Ik zet hem erop en misschien verkoopt hij nog voor iets. Jij bent ook niet zoveel waard. Smaling ook niet. Hoef ik niet eens te checken. Dus dit pakketje valt een beetje tegen. Maar dan moeten nu natuurlijk de grote packs nog komen. Ja, dit worden de echte packs. Ja, hoe dan ook, de video kan eigenlijk al niet meer stuk. Maar we krijgen nu nog een border. Als we nu nog even een 1 tradable speler kunnen krijgen van veel waarde, zou nice zijn. Trippier, 84, is redelijk. Maar het is niet een speler die veel waard is. Nee, 2000 coins of zo. Ik stuur hem wel naar de transfermarkt. En ja, voor de rest, ja joh. Ik kan jou nog even versturen naar de transfermarkt en de rest kunnen we discarden. Oké, dan hebben we nog 2 packs te gaan, maar dit zijn wel de beste packs. Dus ik verwacht dat we hier nog wel wat uit gaan krijgen. En ze zijn allebei niet tradable. Dus in verhouding krijg je dan vaak betere spelers. Nu zeg ik dat en dan krijg ik niet eens een border. Ja, misschien had ik het niet moeten zeggen dat we betere spelers zouden krijgen. Want dat is nu niet het geval. Nee, echt totaal niet. Arnautovic, ja, 82. Is niet extreem goed. Hier nog wat kaartjes. En bij dubbelen. Ja, een paar dubbelen. Maar het is ook niet heel geweldig. Ik ga deze discarden. Ik krijg er niks voor. Maar hey, ja. Het is beter iets dan niets. Maar dan hebben we nog 1 pack te gaan. En dit is de allerbeste pack. We krijgen gegarandeerd 1 83 plus speler. 30 items. Alles is zeldzaam. Dus dit is maar echt een lijpe pack. Deze gaan we openen. Met mijn neus. Met de hoop dat we hier dan echt iets lijps uit gaan krijgen. Ja hoor, het is weer een hero. Wat? Dit is gewoon mijn derde hero die ik heb gepakt. Dit is echt niet normaal. Mijn derde hero. Hoeveel is deze hero waard? Ik ben benieuwd. Hij is op zich best wel goed hoor qua statistieken. Hij is snel, dribbelen heeft hij goed, schieten heeft hij goed. Hij is alleen 20.000 coins waard. Oké, dat is dan wel weer een beetje slecht. Hoe kan deze hero zo weinig waard zijn? Oké, dat is wel bijzonder. Is deze qua waarde dan ongeveer het allerlaagste? Daar ga ik eventjes naar checken. Of zouden er nog hero's zijn die nog minder waard zijn? Je hebt nog wel een paar hero's die ook iets minder waard zijn. Maar dit is wel een van de hero's die het minst waard is. Maar hé,
Ik vind het wel leuk dat we gewoon weer een hero hebben gekregen. Derde hero die ik heb gepakt. Ja, maar hij is dus 20.000 coins waard of zo. Maar wel een prima kaartje om eerlijk te zijn. Hij heeft alleen skill moves en zwakke been niet heel goed. Maar wel snelheid, dribbelen en schieten. Dat heeft hij wel goed. Dus ik ben daar op zich wel blij mee. Allemaal spelerscontracten wat natuurlijk chill is om te krijgen. En we hebben nog twee boarders hier zo. Maar ja, daar heb ik niet zoveel aan. Die had ik dus al in mijn club. Ja, dit gaan we discarden. Maar wel weer gewoon een hero, hè. En natuurlijk Rudiger. En die is eigenlijk nog nicer dat ik die heb gekregen. Want die kan ik ook daadwerkelijk misschien gebruiken in mijn team. Moet ik wel even kijken hoe ik dat ga doen. Want dit is op dit moment mijn team. En ik heb totaal geen La Liga spelers in mijn team. Dus dan moet ik op de een of andere manier in één keer een La Liga team gaan maken ook. Ja, misschien Eredivisie en La Liga door elkaar of zo. Nou, ik heb natuurlijk wel in de spits heb ik dan Juma staan. Maar ik denk als ik Rudiger hier neerzet, en die heeft dan eentje. Dus dan moet ik die op de een of andere manier wel iets beter zien te linken. Dus dan moet ik eventjes naar kijken hoe ik dat ga doen. Maar dat is wel een centraal verdediger die ik eigenlijk wil gaan gebruiken. Het is gewoon een van de beste. Dus ja, die wil ik zeker in mijn team hebben. Maar ja, dat zien we binnenkort wel. Ik laat het erbij voor nu. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tenslotte nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmeurig hebt genoten van deze video, vergeet dan natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan ga ik even woep opzij en dan komt hier een video te staan. Die kan je checken en ik denk dat je die ook wel leuk vindt. Dus nou, misschien leuk om nu dan te kijken. En hier kan je op drukken en dan kan je abonneren. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Maar dit was het echt. Joejoe!